Na de verbanning van Walter de Donder van vorige week, was het deze week Klaasje Meijer die aan het kortste eind trok. De Nederlandse werd na een reactie op Walter's vertrek hoofdverdachte nummer 1 bij dominante bondgenoten Hendrik Vos en Charlotte van Brabander. Voor Klaasje was het als actrice een leuke uitdaging om de dubbelrol van verrader te spelen. De grootste uitdaging was rationeel blijven tijdens de opnames. Toen ik aan iedereen vertelde dat ik wel een verrader was, dacht ik, fuck, wat heb ik gedaan? Zegt Klaasje in flair. Tijdens het spel zat ze helemaal in haar rol. Maar toen ik daar stond, besefte ik dat ik echt wel mensen had bedrogen en dat dat voor hen wel moeilijk kon zijn. Ik had steeds een stapje voor in het spel, de bondgenoten niet. Bij mensen die me echt niet doorhadden, denk ik dat het wel rauw op hun tak viel. Dat vond ik zwaar. Ik ben enorm teleurgesteld in mezelf dat ik jou zo geloofd heb. Voor wie het nieuws wellicht het hardste aankwam, was Aagje van Woulenleghem. Zij had meteen een vertrouwensband met Klaasje, aangezien ze elkaar al kenden. Klaasje werkte in 2015 achter de schermen bij K3 Zoek K3, Red. Zij had in de Verraders, het Uur van de Waarheid nog een boodschap voor Klaasje. Hey, lieve Klaasje. Ik zeg lieve, ook al twijfelde ik een beetje over het woord lief, want je hebt me goed liggen gehad. Ik ben enorm teleurgesteld in mezelf dat ik jou zo geloofd heb. Ik vind het ook jammer dat je in mij echt het slachtoffer hebt gevonden. Voor de D, I hate you, maar recht, ik hou zoveel van jou, al de zaagje. Een boodschap die klaasje zichtbaar raakt.